meisjes en mannen. Deze video zou ik al best wel lang geleden hebben opgenomen. Het is namelijk een Q&A over eetstoornissen. Ik heb eerder een video gemaakt over mijn verhaal wat betreft anorexia. Ik zal hem even hier neerzetten als je die nog niet hebt gezien. En toen vroeg ik eigenlijk of jullie nog vragen hadden. Nou is dat al een tijdje geleden. Ik heb ondertussen ook vragen gesteld via Instagram of jullie vragen hadden en via Twitter. En daar heb ik een aantal uitgekozen, want er kwamen echt zoveel vragen op. Ik heb volgens mij al meer dan, even kijken, via Instagram al meer dan 1500. Ja, die kan ik natuurlijk echt niet allemaal beantwoorden, maar ik heb een paar interessante eruit gepikt. En daar ga ik nu antwoord op geven. Dit is een vraag van Anne-Claire Terkeurs. En ze vraagt, wat vond je van jezelf toen je op je dunst was? Nou, eerlijk gezegd voelde ik me toen echt helemaal niet goed. Sommige mensen denken wel eens dat je dan, ja, dat je dan trots bent op jezelf of zo, omdat je zo dun bent. Maar op een gegeven moment ben je zo ziek dat je het helemaal niet meer ziet. En je vindt dat het altijd dunner kan. Dus ik zat echt niet goed in mijn vel. Ik was echt niet zekerder van mezelf dan nu. Of dat ik het gevoel had dat ik er mooier uitzag. Echt helemaal niet. Ik denk dat als je anorexia hebt of een eetstoornis hebt, dan ben je juist eigenlijk heel erg onzeker over je lichaam. Deze vraag is van Donna van Beek en zij vraagt, hoe grote impact heeft jouw eetstoornis gehad op je leven? En hoe grote impact heeft het nu nog? Hoe vaak ben je er nog mee bezig? Het had echt zo'n groot impact dat mijn hele leven beheerste. Het was echt een obsessie. Ik dacht nergens anders aan. Alles wat ik in het leven deed, alle stappen die ik deed, draaide daarom. Als ik ergens naartoe liep, was dat omdat ik dan kon lopen en dat ik dan calorieën kon verbranden. Als ik niet afsprak met een vriendin, was dat omdat er dan eten bij kwam kijken. Dus alles draaide daarom. En nu is dat niet meer zo. Ik kan gewoon goed mijn leven leiden en ik laat me er niet door beheersen. Maar ik heb nog wel gedachtes. Ik ga niet meer mee met die zieke gedachtes, maar ik heb ze nog wel. Dus het zijn momenten dat ik wel eens in een restaurant zit en denk van, wat moet ik nou bestellen? Zal ik voor dit gaan? Daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Of dit, dat is iets gezonder. En dan moet ik eigenlijk toch wel voor mezelf zeggen, nee, maar het gewoon kiezen waar je zin in hebt. Want anders ga je weer mee in gedachtes die niet van jezelf zijn. Alhoewel natuurlijk, ik wil niet zeggen dat het niet gezond is om af en toe na te denken van, nu kan ik wel wat gezonder eten. Dit is een vraag van Veronnetje. Wat moet je doen als je zeg maar een soort van buikje hebt waarvan je met je geboorte... Dus die je al vanaf je geboorte hebt. Ja, ik zou gewoon meer van dit soort vragen. Ook vragen aan mij van, hoe kan je nou precies gezond afvallen? Het interessante daaraan vind ik, in hoeverre is het nodig? Heb je echt overgewicht? Heb je kwaaltjes, symptomen door je overgewicht? Dan is het wel inderdaad verstandig om af te vallen. Maar dat kan je dan beter onder professionele begeleiding doen. Met iemand die er verstand van heeft. Zodat je niet te snel obsessief bezig gaat zijn. Als je geen overgewicht hebt, je hebt gewoon gezond gewicht. Dan is het echt niet nodig om af te vallen. En als jij bijvoorbeeld al geboren bent met een buikje, het zegt het eigenlijk al, als je dat waarschijnlijk al heel lang hebt, dan hoort dat bij jou. Iedereen heeft een eigen bouw en de ene is daar wat smaller, daar wat breder, de andere is juist daar wat breder en daar wat smaller. En dat maakt het juist toch zo leuk op de wereld, dat iedereen er ook wel anders uitziet. Ik denk dat je het veel beter kan accepteren dat je bepaalde dingen hebt dan dat je gaat proberen te forceren en daarmee aan de slag gaat. Dori, denk ik. Die vraagt, hoe moet je met iemand omgaan met een eetstoornis? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want die vraag krijg ik ook heel vaak van moeders, van zusjes, vriendinnen. Als iemand nou een eetstoornis heeft, hoe ga je daar dan mee om? Want dat is best wel lastig. Waarschijnlijk is diegene met de eetstoornis anders geworden. Anders dan dat je die eerst kende. Andere eigenschappen, misschien wat afstandelijker en zo. Wat je het beste kan doen, is iemand proberen te steunen en niet te forceren. Probeer te luisteren naar zijn of haar verhaal en wel te stimuleren om het goede te doen. Dus om misschien hulp te gaan zoeken. Maar ga niet proberen om bijvoorbeeld iemand vol te stouwen. Ik zag namelijk ook een reactie van iemand die zei, ik heb een tip, ga gewoon vreten. Dat is hoe heel veel mensen denken. Ga gewoon weer eten, ga gewoon gezellig mee en ga gewoon vreten en dan komt het wel goed. En daar zit het natuurlijk niet in. Het heeft veel meer te maken met wat er hier zit. Het is heel moeilijk om te begrijpen voor iemand anders. Dus ja, probeer het niet te begrijpen. Dat hoeft niet per se. Maar je kan iemand wel steunen zonder precies te weten waarom diegene dat nou precies heeft. Want dat zul je ook niet echt gaan snappen.
En Amber vraagt, waar ben je opgenomen geweest? Ik ben opgenomen geweest bij Novarum. Dat zit tegenwoordig in Amsterdam. Toen zat het nog in Amstelveen. En ik ben opgenomen in de dagkliniek. En dat hield in dat ik daar van maandag tot en met vrijdag verbleef. Daar sliep, daar at. Eigenlijk alles daar deed. En ik ben heel erg blij dat ik opgenomen ben. Ik weet dat er enorme wachtrijen zijn. Dat vind ik ook wel heel verdrietig om te horen. Want ik weet zeker dat een kliniekopname veel effect kan hebben bij heel veel mensen. Omdat je ineens zo intensief behandeld wordt. Maar ik heb er echt heel veel baat bij gehad. Dit is een vraag van Rachel. En dat vond ik eigenlijk wel een leuke vraag. Ze vraagt, had je niet een keer bijvoorbeeld trek in een hamburger of zo? Ja, ik had echt wel zin in een hamburger. Zeker weten. Het was zelfs zo dat ik bijvoorbeeld naar de supermarkt ging. En ik wist wel wat ik ging kopen. Want ik had gewoon een standaard lijstje en dat mocht ik. En de rest niet. Maar ik ging dan gewoon langs allerlei schappen lopen. Als snoep en chips. Om maar te kijken. Verlekker te kijken. Van mocht ik dit maar weer van mezelf. Maar ook een soort van straffen. Want ik nam het uiteindelijk niet mee. Alhoewel, ik heb zelf een keer een zak chips meegenomen. Mijn lievelingschips. En die heb ik toen in de kast gelegd. En juist om te laten zien bij mezelf of zo. Van kijk, ik heb de discipline dat ik die kan laten liggen. En nu weet ik al lang dat dat helemaal niks te maken heeft met discipline. Maar gewoon echt enorm ziek zijn. Maar best wel pijnlijk dat ik dat gewoon heb gedaan. Dat ik dan het kastje opendeed en keek. Knap hoor, van mezelf. Dat ik die chips kon laten liggen. Ik was gewoon super ziek. En er zat een stemmetje in mijn hoofd die zei dat ik dat niet mocht. Marlot vraagt, hoe ben je weer aangekomen? Ik zal je zeggen, vaak wordt er gezegd van ja, afvallen is moeilijk. Nou, aankomen is ook niet mis. Het is echt heel erg pittig. Je komt niet zomaar heel snel aan. Kijk, met een paar kerstdagen of zo ben je misschien wel even een kilootje zwaarder. Maar dat gaat er automatisch, als je weer gewoon normaal gaat eten, ook wel weer af. Echt blijvend aankomen, daar moet je echt wel heel veel voor doen. Ik had een aankomstschema en dat kreeg je dan in de kliniek. En dat hield in dat ik 's ochtends 3 boterhammen at. Dan een tussendoortje. Dan had ik 4 boterhammen tijdens de lunch met een stuk fruit erbij. Dan 's middags weer een tussendoortje. Dan avondeten. Dan een toetje. En dan 's avonds weer een tussendoortje. En je moest toch ook erbij drinken. Dus bijvoorbeeld melk of sappen. En ik moet je zeggen, die 3 boterhammen moesten ook allemaal apart belegd. En 4 boterhammen ook allemaal apart belegd. En soms was dat best wel pittig. Vooral in het begin toen ik moest aankomen, vond ik dat echt wel een heel groot menu. Vooral 's ochtends. Dan had ik het gevoel dat ik net mijn boterham op had. En dan moest ik alweer een koek gaan nemen als tussendoortje. Nu als ik zo denk ik, ja, weet je, het valt wel mee. Zo'n groot menu is dat niet. En voor sommige mensen is dat gewoon ook hun dagelijkse hoeveelheid wat ze eten. Het is ook helemaal niet zo dat je moet vergelijken met anderen. Wat voor jou voldoende is, is voor misschien iemand anders veel te weinig. Of juist te veel. Dat moet je zelf een beetje aanvoelen. Als jij bijvoorbeeld heel veel beweegt. Bijvoorbeeld je gaat op je fiets naar je school. Dan heb je best wel wat energie nodig. Dus ik vind het altijd heel belangrijk om te zeggen dat je niet moet vergelijken met bijvoorbeeld vloggers die je ziet die een what I ate in a day laten zien. Ga je daar niet mee vergelijken wat zij precies eten. Het valt me trouwens sowieso best wel op. Ik heb al wat van die video's gezien dat iedereen toch wel heel erg gezond eet in die video's. Ook regelmatig vegan. En dat betekent echt niet dat jij dat hoeft te doen. Of dat je je schuldig moet gaan voelen over wat jij eet. Dat jij bijvoorbeeld wel boterhammen eet. En wel die dag gewoon chocola hebt gegeten. Hoeveel ik dan trouwens aankwam van dat menu. Volgens mij moest je ongeveer 1 kilo per week aankomen. Nou ja, het gaat natuurlijk niet precies gelijk. Want je lichaam heeft gewoon schommelingen. Dat is heel normaal. En op die manier ben ik denk ik ongeveer 12, 13 kilo weer aangekomen. Ik heb een vraag van, ja, ik weet niet wat de naam is, maar het staat GSA Official. Ik heb zelf geen anorexia, maar het omgekeerde. Ik heb heel vaak vreetbuien en af en toe geen eetlust. Heeft u tips en hoe ging u ermee om? Ik weet niet of je echt objectieve eetbuien hebt. Er is namelijk een groot verschil tussen een objectieve eetbui en een subjectieve eetbui. Iemand die een objectieve eetbui heeft, die eet echt heel erg veel. Die haalt dingen daarvoor in huis. Zoals een brood, taart, chips,
Nou, echt wel heel erg veel. En eet dat in korte tijd achter elkaar. Nou, dat hoort bijvoorbeeld bij binge eating disorder, ook een eetstoornis, of bij bulimia. Bij bulimia zal diegene het daarna ook uitbraken. En een subjectieve eetbui, dat is als je bijvoorbeeld, oké, je eet een keer een pak koekjes leeg. Je eet een keer een zak chips. Of misschien wel allebei. Maar dat is nog niet per se echt een eetbui. Maar wat wel interessant is om na te denken van waarom heb je die eetbui als het dus echt een forse eetbui is. Misschien omdat je over het algemeen eigenlijk te weinig eet. Dat lokt heel erg eetbuien uit. Dus het is heel erg goed om heel regelmatig te eten en genoeg te eten, zodat je geen honger krijgt. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En als je echt heel veel last daarvan hebt, dan is het nooit verkeerd om daar eens over te praten met iemand. Ofwel met iemand in je omgeving, of misschien wel bij de dokter. Ik heb een vraag van een moeder, dat vind ik wel leuk. Van Semke, 1981. Zij is ouder van 3 pubermeiden en 2 meiden die de puberteit nog in moeten. En haar vraag is, meiden zijn ontzettend beïnvloedbaar door school, internet, social media. Als ouders probeer je ze gezonde en afwisselende voeding aan te bieden. Maar hoe kun je als ouders signalen oppikken? Want de vele programma's over dit onderwerp maken ook duidelijk dat het verstoppen van er ook bij hoort. Hoe kun je als ouder dan toch op tijd ingrijpen voordat het zich te ver ontwikkelt? Vind ik echt een hele goede vraag, want dit is heel moeilijk, denk ik, inderdaad voor ouders om door te hebben wanneer er nou echt iets aan de hand is. Is dit iets wat we serieus moeten nemen of is het even een periode waar mijn dochter of zoon in zit? Misschien kun je het nog niet eens dus echt heel erg zien aan het lichaam, maar wat je wel als signalen kunt oppikken, is veranderend gedrag. Bij mij was het bijvoorbeeld dat ik me steeds meer ging bemoeien met mijn moeders eten. Ik ging dan in de keuken staan als ze aan het koken was. En ik ging dan zeggen van, misschien kan je dat er een beetje uitlaten. Ik wist er best wel veel van gezonde voeding ineens. En daarbij kwam dat ik een soort afstandelijkere houding ging krijgen. Ik was een beetje, ja, ik werd wat vlakker. Dus daaraan zagen mijn ouders ook wel dat ik aan het veranderen was in gedrag. En dat was voor hun ook wel een signaal. En dat is denk ik bij veel mensen een signaal wat je kan oppikken. Dan heb ik nog een vraag van Eloïse. Zij vraagt, had je voordat je zelf een eetstoornis had een andere kijk op mensen met een eetstoornis? Ja, zeker. Ik zag wel eens documentaires van meisjes met anorexia bijvoorbeeld. En ik kon me niet voorstellen dat je dat zou hebben. Ja. Misschien had ik ook wel een beetje het idee dat het hun eigen schuld was en dat ze maar gewoon moesten gaan eten. Terwijl ik ondertussen wel weet dat het echt niet zo is. En daarom vind ik het ook juist zo goed om erover te praten. Omdat ik me heel erg goed kan voorstellen als iemand in jouw omgeving het heeft, dat je het ook helemaal niet snapt en een andere kijk hebt. En dan de laatste vraag en die is van Larissa Vlocht. Wat was je doelrichting? Dus waar richtte je op om beter te worden? Nou, er was wel één ding wat ik heel graag weer wilde. En dat was patat met kip en appelmoes eten bij mijn opa. Want dat maakte zij altijd voor mij. En op een gegeven moment kwam ik daar bij hun en had ik anorexia. En durfde ik dat dus niet meer te eten. Dan zei ik, nee, dat hoef ik vanavond niet. En mijn opa begreep daar echt helemaal niks van. Van, hè, Marit hield daar toch zo van? Dat was haar lievelingskostje. En ineens wilde ze dat niet meer eten. Hij kon daar echt niet bij. En ik snap ook wel dat hij dat totaal niet begreep. In de kliniek had ik echt zoiets van, als ik daar beter ben, dan ga ik weer bij opa en oma dat eten. Helaas is dat er nooit meer van gekomen, want mijn opa is kort nadat ik uit de kliniek kwam overleden. Maar hij heeft me nog wel beter gezien. En ik ben wel heel blij dat hij een stimulans is geweest, sowieso, in toen ik beter werd. Ik hoop dat deze video niemand triggert. En ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Dat als je iemand kent in je omgeving. Of je denkt nu zelf van, oh, volgens mij heb ik er ook misschien wel last van. Zoek dan vooral hulp. Want je hoeft het echt niet alleen op te lossen. Dat is heel erg moeilijk. Ga erover praten. Over het onderwerp. En maak het kenbaar aan mensen. En dan kan het de goede richting opgaan. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Hebben jullie nog meer vragen over dit onderwerp? Stel ze hier beneden. En ik zie jullie heel snel weer.